jij hebt nou problemen, joh. Ik ben hier met wethouder David. Ja, we betalen. Ja, we betalen, jongen. Wat? Dat gaat David je nu vertellen. We gaan betalen. Ja, bent het er niet mee eens. Het is stom en je moet betalen. Yo, kijkers van de V-Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Het is nu bijna 8 uur 's avonds. Ik heb weer een hele lange werkdag in de bank erop zitten. Veel administratie. Zij moeten binnenkort zelfs ook weer een aantal deurwaardebezoeken de deur uit gaan sturen. Want een aantal mensen die betalen gewoon nog steeds niet. Zelfs eentje heeft niet eens gereageerd op het bericht van mij en Kees. Dus ik denk dat we daar binnenkort een beslaglegging zelfs op moeten gaan zetten. Maar dat gaan we allemaal nu niet vandaag doen. Ik wil nu nog snel eventjes naar de gemeente toe. Kijken of David aanwezig is. Omdat ik, ja, ik heb natuurlijk gisteren heb ik met Nino het over gehad over mijn tuin. Over die hele grote bomen. Nino kan het wel leveren, maar hij weet niet of het mag. En dat moet ik dan eerst natuurlijk bij de gemeente gaan regelen. Natuurlijk David Fantastic Five, dus wat dat betreft denk ik wel dat David het goed wil keuren van mij. Maar je weet natuurlijk nooit hoe zo'n dag hij achter de rug heeft. Misschien heeft hij wel heel veel vervelende klanten gehad of mensen die vervelende bedrijfsplannen hadden. Je weet het niet, dus we gaan maar eens kijken hoe zijn humeur is op dit moment. En of hij zo zegt van, hey, weet je, ik vind het een goed idee. En misschien zegt hij wel van, nee, het gaat absoluut niet gebeuren in mijn mooie stad. Dus we zien hoe het gaat. Even kijken, dit is het gemeentehuis. Er brandt nog licht, dus dan is het nog open. Kijken, er is niemand bij de receptie. Dan ga ik denk ik mezelf gewoon helpen en heel brutaal doorlopen naar zijn kantoor toe. Want kijk aan hier wel wethouder David. David! Wat? David! Goh. We zijn bijna gesloten, ouwe. Ja, sorry dat ik... Nog 8 minuten. Ja, sorry dat ik zo laat nog langskom, sorry. Kan ik het met jou heel veel hebben over een stukje gemeentegrond bij Uptown? We hebben geen gemeentegrond bij Uptown, als in geen gekochte grond. Welke grond bedoel je? Ik heb daar een villa gekocht, zoals je misschien weet. Ja, op de hoek, ja. Ja, dan heb je daar een weg lopen en daar heb je een stukje grond of een stuk bergen waar bomen staan. Oh, tussen jouw huis en dat van Wouter in, zeg maar. Dat stuk berg daar. Oké, ja. En het probleem, dat klinkt zo negatief, want ik ga natuurlijk niet F5 gebouw afzeiken, want ik vind het een supergoede investering en er komt veel geld uit. Maar wanneer ik op mijn tweede verdieping zit van mijn villa, kijk ik recht tegen het gebouw aan. Ik heb zoiets van, is er misschien een mogelijkheid dat ik daar die bomen laat kappen? Daarom vraag ik zo toestemming van de gemeente dat daar dat Nino dan daar hele grote bomen kan neerzetten. Van die jij trouwens ook in jouw huis toen hier had staan. Van dat soort bomen. Die witte. Punt is, als iedereen gaat klagen over iets wat letterlijk niet tegenover hen staat, maar 4-5 plots verderop, dan kan ik wel aanvragen blijven doen. Dus ik kan dit sowieso als officiële aanvraag niet serieus nemen, want ja, nogmaals, dan kunnen we wel iemand aan gaan nemen voor dat werk alleen al, want dan gaat iedereen klagen. Yeah. Ik kan natuurlijk ook zeggen van ja, ik vind jouw huis niet mooi en mijn bovenste verdieping die ziet het ook. Als jij mij ziet, dan zien wij het ook andersom. Maar als jij zoiets hebt van ik wil die kosten wel dragen, want de gemeente gaat dat natuurlijk niet doen. Nee, snap dan mag jij het best een mooiere bomen neerzetten, sure. Dat mag. Daar zie ik geen probleem in. Alleen dat gaan we niet op papier doen, want dat gaat helemaal fout als we dat gaan doen. Aha, oké. Dus als dat gebeurt, dan moet ik dus contact gaan zoeken met toch wel het tuincentrum die dat bomen waarschijnlijk kan gaan leveren. Klopt. Dan mag ik dus de kosten gaan betalen voor ten eerste de bomen weg te halen die er nu staan. Nou, wat we kunnen doen, ik kan in ieder geval even, moet ik even een boekje zoeken hoor, maar, ja. Oh die heb ik niet, momentje. Hier is een prachtig boekje. Ik kan in ieder geval de opdracht schrijven tot vervanging van bomen, zeg maar. Ja. Maar niet met een reden erop of zo, van want Duffy wil dat. Want als we dat gaan doen, dan, ja nogmaals, dan is het einde zoek. Nee, snap ik. Ja, het is natuurlijk, ik begrijp ook dat het niet voor iedereen kan allemaal, maar ja, wanneer je dan net uit bed komt en je staat lekker in je riante villa en je staat er echt als een koning en je dan bedenk je in één keer van, oei. Welke bomen wou je? Want er staat nou acacia, maar ik moet het wel even noteren wat er dan in de plaats terugkomt. Op zich kan het gewoon acacia ook weer zijn in het groot. Als die leverbaar zijn, dan vind ik dat natuurlijk geen enkel probleem. Ik ben zelf niet zo erg thuis in dat soort bomen. Ik heb toen ooit eentje voor jou toegeleverd toen ik daar zelf nog de baas was. Maar ik heb daar verder niet heel veel verstand van gehad. Maar als ik kijk, natuurlijk om de minste verwarring op te leveren, gewoon hetzelfde soort hout en soort bomen, dat is natuurlijk het makkelijkst. Ja. Dan moet ik dus de kosten daarvoor betalen en het plaatsen. En de grond moet natuurlijk worden opgesplit, want al die wortels lopen daar nu. Mm-hmm. Ja, dan gaat er wel een flinke kostenpost gaat het dan worden. Onzin, want jouw broertje werkt dat toch gewoon. Ik bedoel,
Die gaat alles toch gewoon voor kostprijs doen, joh. Die gaat je niet betalen voor uren spitten. Daar geloof ik niks van. Ja, weet je, we kunnen er zo meteen even heen. Loop, neem hem. Kunnen we meteen even langs het tuincentrum gaan. En dan kan ook even meteen meekijken wat zijn ideeën er verder van is. Dan laat ik het ook meteen even van jou zien wat jij met jouw mooie wolkrabber aan het doen bent. Maar hoe dat dan bij mij eruit ziet. Even kijken. Kapvergunning. Vergunning tot vervangen bomen bij Uptown. Van acaciebomen naar grote acaciebomen. Uitvoerde tuincentrum te betalen door de 413. Ja. Dus inderdaad, dit is in ieder geval het is een officieel document nu. Dat betekent gewoon dat je inderdaad hiermee naar het tuincentrum mag gaan en zij mogen eigenlijk vandaag al aan de slag. Mm-hmm. Staat alleen niet op waarom het gebeurt, waarom het vervangen wordt. Want nogmaals, als die reden bekend wordt, dan wil iedereen komt klagen over zijn buurman die ze niet mogen, zeg maar. Snap ik. Hier ben ik natuurlijk al enorm blij met dat dit in ieder geval zo kan. Had ik niks anders verwacht tussen jou en mij. Gewoon, hè? Ik had niks anders daarvan verwacht eigenlijk. Mm-hmm. Zal ik je anders even meenemen ernaartoe? Ook even zelf even kijken. Ik weet niet of jij... Ik heb namelijk de tuin aangepast. Ja, ik moet eigenlijk nog vier minuutjes op kantoor zitten. Maar voor deze keer sluiten we gewoon wat eerder af. Is prima. Trouwens, nou we toch buiten sluitingstijden allemaal dingen aan het doen zijn. Kan ik even weer een deel van mijn lening afbetalen, nou we hier toch zijn? Ja, dat kan. Zullen we dat eerst even doen en dan naar je broertje gaan? Ja, is goed. Dan moeten we eventjes... Ja, dan gaan we wel even snel nog naar de bank toe, denk ik. Maar voor de veiligheid. Ja, dat wel makkelijk. Lijkt me een goed plan. Goed plan. Dan ga ik ook gelijk even zien hoeveel het nog is en zo. En ja, daarvoor moet ik dan wel even in de computer duiken. Mm-hmm. Maar dat is geen enkel probleem. Ik bedoel, als jij geld al betaalt, dan zijn we natuurlijk gewoon blij mee bij de bank. Want ja, ik moet wel zeggen, jij betaalt tenminste. Ik moest één keer een dreigbrief ook naar jou gaan sturen. Maar ik kon je brief dus niet vinden, dus die is toen ook niet verstuurd. Maar je betaalt gewoon op tijd en dat ben ik blij mee. Want er zijn zoveel mensen hier in de stad die er gewoon lak aan hebben. Die gewoon weken te laat betalen. En ja, ik stuur gewoon deur bij de Kees op je af. Precies. En dan gewoon als dat dan nog niet gedaan is, dan is het van jullie. En komt er een veilingje later. Klopt. Over die veiling gesproken trouwens. Hè? Ja. Want er zijn momenteel twee plots van iemand die is opgepakt. En die gaat echt niet meer van zijn huisje gebruik maken. Dat is die groenteboer. Ja, daar heb ik iets over gehoord, ja. En zijn huisje in de buurt. Ik weet persoonlijk zelf, dat is nu van de bank natuurlijk. En ik weet persoonlijk zelf dat zowel Dylan als Samal het heel, heel, heel graag willen kopen. Wij hebben zelf het getaxeerd samen met Joris op, in ieder geval de groenteboer. Daar draait het voornamelijk om, op een waarde van ongeveer 50.000. Okay. Puur vanwege locatie en sloopkosten wat je nog aan op kan krijgen. Yeah. Ik gok dat die heren er misschien wel een ton voor willen betalen. Ja, die gaan tegen elkaar opbieden natuurlijk. Precies, dus als jij dit gaat verkopen, bij deze krijg je van de gemeente in ieder geval de toestemming om het te gaan verkopen. Ja. Zou ik ze allebei aanwezig laten. Samal heeft al gevraagd met een dealtje met mij van, hey, kun je niet zorgen dat je het aan mij verkoopt? En Dylan natuurlijk ook. Maar ja, weet je, puur vanuit eerlijkheid van je functie zou ik zeggen, nodig gewoon zoveel mogelijk mensen uit. Begrijp ik. Goed, ik heb al wat meer dingen over gehoord, over de groente gebeuren. Het gaat over rond in de stad. Inderdaad, veel mensen aarzelen op dat soort dingen tegenwoordig. Maar ik ga het daar zeker, ik ga het in ieder geval meenemen in het overleg. Ook natuurlijk wil ik de makelaar erbij aanwezig hebben. Ja. Maar weet je, je kwam voor de lening, laten we dat eerst maar even gaan doen. Ja, hoeveel staat er nog open? Er staat hier, zie ik, 160.000 staat er nog open. Dat is veel. Ja. Oké, maar dat kan wel. Even kijken, wat is een normale betalingstermijn per week? Even kijken. Is het 10 of zo? Kijken, ja, zoiets, ja. Ja, 10. Oké, dan gaan we eens even flink wat afbetalen, denk ik. Oh. Dat lijkt me wel verstandig. Daar zijn we altijd blij mee, natuurlijk. Het is meer geld naar de bank. Het is echt heel veel. Ja, oké. Oh, wow, 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 wow. Oké, wacht eventjes. Even kijken. Dit is totaal 100.000. Correct. ik wil eigenlijk pas weer in december bij jou terug hoeven te komen om het laatste beetje af te betalen. Dat gaat op deze manier goed komen. Ik breng het heel even naar de kluis, zoals je niet erg vindt. Dan kom ik zo meteen bij je terug, want ik wil dus meteen veilig hebben. Dit is veel geld. Ja. Maar holy shit, hoe komt hij nou in een keer zo aan 100.000? Het zal ook wel. Dat is natuurlijk wel veilig in de kluis. Camera's staan er goed op gericht, dus... Holy shit. Oké, goed. Dan gaan we weer. Nou, dankjewel voor deze afbetaling. Het wordt genoteerd dat jij pas in december hoeft terug te komen. Je hebt nu een aantal maanden vooruit betaald. Dus dat is helemaal goed. Oké, hartstikke mooi. En dan wou je nou naar je broertje toe. Ik zei even ja te knikken van dat mag en dan kun je aan de slag. Zoiets. Precies, en dan kan hij misschien even kijken van goh, dit en dat. Dus even kijken of hij nog aanwezig is. Het is 8 uur. Het tuincentrum sluit om 8 uur, maar ik denk dat we hem net zullen zien daar.
Ja, je moet wel even rekening houden trouwens dat ik dus twee verdiepingen erbij ga bouwen. Even voor de hoogte van die bomen. Ja. Ik denk dat als je anderhalf keer zo hoog gaat doen, dat het niet uitmaakt. Dus je moet er echt 2,5 keer zo hoog. Oké, goed. En misschien een beetje dikker, zoals inderdaad deze bomen hier in het huis van Maaike. Precies. Maar lekker dus vol, lekker dik. De berg wat verhogen, een beetje extra zand erbij daar. Ja, je kan het misschien een paar metertjes hoger doen, maar niet heel veel meer, want dan kom je weer aan, dat is weer een heel andere aanvraag. Hey Nino. Jij hebt nou problemen, joh. Ik ben hier met wethouder David. Ja, voor betalen. Is. Ja, voor betalen, jongen. Voor wat? Dat gaat David je nu vertellen, we gaan betalen. Ja, bent het er niet mee eens. Het is stom en je moet betalen, want Duffy zei net tegen jou. Duffy, we zijn het. Ja, hij moet gewoon betalen. Nee, zonder gekheid. Wij komen hier, we zijn onderweg naar mijn villa, waar jij natuurlijk gisteren bent geweest, waarin jij een mooie tuin hebt aangeleverd. Ik heb natuurlijk met jou gehad over de bomen. Ja, en ik heb hier dus nu de gemeente eigenlijk letterlijk bij me. En hij heeft me eigenlijk groen licht gegeven. Maar dan wel groen licht in de zin van de kosten zijn allemaal voor mij. Maar jij bent natuurlijk wel als broer zijnde. Hè, dat... Ja, dat komt goed. Ja? Eens even kijken hoeveel en hoe wat. Ja, maar het zal niet zomaar de hoofdprijs worden, dat begrijp ik denk ik wel. Ja, en wat David me net vertelde waar ik niet zo blij mee was verder nog. Is dat, kijk, ik wil natuurlijk van die grote, dikke, hoge bomen op hebben. Van die acacia wood heet het volgens mij. Ja. Alleen wat daar zei, daar komen nog twee nieuwe verdiepingen al bij op. Dus ik weet niet of het voor jou mogelijk is dat jij ook nog een beetje de grond iets kan verhogen. Een paar meter en dan... Hoog en dan bomen erop. Ja, maar het moeten wel echt grote, lange, dikke bomen zijn. Want... Ja, dat is geen probleem. Dan moet je gewoon oudere bomen bestellen. Dat duurt misschien wel iets langer, maar het zijn wel leefbaar, ja. Natuurlijk voor een hoge prijs, maar het is allemaal mogelijk. En jij zegt een hoge prijs. Die normale zijn, even kijken, even spieken snel. Normale bomen, daar red je het echt niet mee, want dat staat er nu ook en dat is gewoon veel te laag. Kijk in mijn boekje, dat is volgens mij nummer 9. Ja, die zijn al 3k. En dat is gewoon die hoogte die daar staat. Maar je kan die bomen, die kun je natuurlijk ook weer even laten verdwijnen die je daar nou hebt. En dat kun je verkopen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dat is ook weer zo, daar krijg je ook misschien wel, even kijken, snel spieken. Nou, voor mij ook staan, een hoop, voor zeg maar. Mij staan er wel een stuk of 15. We kunnen snel een stukje kant oplopen. Laten we even kijken, want de prijzen zijn er toch bij. En, ja. Even snel een stukje heen lopen. Wat denk ik van inkoopprijs? Nou, er staan daar behoorlijk wat namelijk hoor. Ik zie ze al van een 4 aankomen. Er zijn echt behoorlijk van die bomen. En op zich, het ziet er mooi uit. Mooie groene berg. Alleen... En jij werkt bij Scrapyard, toch? Dat ook. Kijk, je ziet hier allemaal staan, die bomen. Het zijn er zoveel. En als daar een aantal van weg zullen gaan, hè, dan... Een aantal hele hoge ervoor terugzetten. Ik bedoel, ja, voor mij best haalbaar zijn, toch? Ook omdat je die box kan je verkopen, dat hout, zeg maar. Daarom. En sowieso, ik denk dat dit wel heel... Kijk, het hoeft niet helemaal. Het hoeft alleen maar op die hoek daar ook. Het hoeft eigenlijk alleen maar 1 à 2 van die hele grote bomen. En dan heb je, denk ik, eigenlijk het zicht daar wel zo'n beetje geblokt. Kijk, helemaal gaat natuurlijk nooit lukken. Vind ik ook helemaal niet erg. Zeg gewoon wat je budget is, Duffy. Dus dan veel makkelijker. Hoeveel je uitgeven en nog zonder, zeg maar, de dingen erbij. Als maar de verkoopprijs van de hout dat hier nog staat, zeg maar. Of vandaan gaat komen. Laat me even beslissen met de Scrapyard. 15.000? En dan moet je nog, zeg maar, dit nog erbij rekenen, zo meteen. Ja, verkoopprijs van dit. Dat komt er allemaal overheen, dus dat met al in, dan krijg je nog 15.000 extra van mij. Maar dat moet goed komen, denk ik. En je wilt nog verhogen, zeg maar, tot... Ja, dat hier even iets hoger wordt, want dit staat natuurlijk al een paar meter naar beneden. Dat even iets omhoog komt, dat kan misschien net even iets schelen. Ja, zo'n beetje gelijk met de stoep, zeg maar. Ja, precies. Want dit, en hier zit ook zo'n heel miezerig boompje. Dat moet wel goed komen, denk ik. Ja, dat kan. En hoe zit het met deze kant hier zo? Ja, dat vind ik op zich, even kijken. Nou, mijn huis loopt ongeveer tot en met hier, tot en met deze boom, tot en met dit hier. Dus alles wat hier verder gebeurt, zeg ik u eerlijk, zou me helemaal geen moer interesseren. Dat blijft ook maar lekker staan. Het is feit slimmer vanaf deze kant naar ja, hier dit zo. Stukje. Eigenlijk moet dan allemaal dezelfde hoogte worden. En dan, ja, gewoon, dat ik zei, 2, 3... van dat soort hele oude hoge bomen en dan is het eigenlijk zo goed als klaar. En van de gegeven moment heeft groen licht gegeven, ook van het verhogen? Ja hoor, dat is helemaal wat ik al zei, als het niet boven de stoep uitkomt, dan gaat niemand daarover zeuren. Ik heb wel een dingetje. Samal heeft een vergunning voor 6 verdiepingen en dat wordt hier gebouwd, hè? Wat? Aan je linkerkant hier. Hij was gisteren bij mij. Waar ze het nou aan het bouwen zijn. Dus dat zou ook nog wel eens een keer hoog kunnen worden. Net als die grote vuurtoren daar in de verte. Maar dan letterlijk pal voor je stoep. Oké. Ja. Misschien voor later, want voordat hij daar is ben je weer een maand verder. Ja, nee, dat is zeker waar. En ja, nee, weet je, ja, nee.
daar ga ik me nu nog niet druk over maken. We zien hoe hoog dat werk 6 verdiend bij hem gaat worden. Maar laten we dit in eerste instantie door gaan voeren. Dan denk ik dat ik binnenkort maar even bij de scrapper een vrachtwagen moet gaan huren. En dan moet ik even mensen gaan inhuren die hier de boom kunnen kappen. En dan ga je dat eerst laten verkopen? Ik had het ook voor je kapper, maar jij het wel weg laten halen met de auto's van zo'n bedrijf. Ja, oké. Okay, ja, en dan ga jij ook taxeren, dan hoor ik het wel. En dan, dan kost het gewoon ook minder geld natuurlijk als jij het doet. En dan doe ik het samen op die manier, even op een zondag. Ja. Dat is goed. Oké. Okay. Dan ik ga noteren als ik terug ben, dat is dan deze kant hogere bomen, hoger levelen. Oké, okay, nee, dan, dan is dat duidelijk. En daarom trouwens even door wat vind je van deze aankoop van het huis? Wat vind je er zelf van? Ja, ik heb hem natuurlijk ook gezien, hè, vanaf het R5-gebouw. Ja. Het heeft lang geduurd voordat iemand hem gekocht had, maar ik vind het super statisch. Ik vind het echt, dit heeft wel wat, man. Ja, ik blijf ook lekker wonen als bankdirecteur. Ik kan bijna als enige zeggen, hey, ik woon hier wel in een dikke villa, hè? Dat is zeker waar, ja. Dit staat zeker wel gelijk met waar bijvoorbeeld een Revé woont, in dat dikke huis daar. En nou, als je dan verder gaat kijken, ja, wie woont er dikker? Ja, dat is Jamal, maar dat huis is niet van hem, die linker. Ja, maar Jamal heeft veel bedrijven onder zijn naam, hè? Ja. Ik heb dat werk een privéhuis waar ik gewoon lekker mijn ding kan doen, dus ja. Wel bij uitzicht trouwens, van de weer. Ja, hè, dat, zwembad erbij en alles noemen. Ja, ik ben er erg blij. Ik woon hier ook erg fijn. Ik moet zeggen, er stond er ook nog een huis, die is inmiddels gesloopt. Dus ik woon hier helemaal alleen nu. Maar ik woon hier heerlijk. Nou, 3 plots erbij kopen, vers aangeven. Nou, 3 plots. Dit plot is al van mij, deze. Oh, slim. Ja. Dus ik zou op zich, ja, misschien als ik nog weer, natuurlijk een beetje, het geld natuurlijk ook een keertje op. Maar inderdaad, nog 2 plots erbij. Kan wel. Die laatste is van Jamal volgens mij, dus dat wordt even onderhandelen. Ja, maar er ligt ook nog een zwembad op, dus ik wil me daar eigenlijk niet mee bezig houden, want het is alleen maar extra kosten weer als ik dit zou hebben. Ja, dat is waar. Ja. Nou, top. Ik moet er even vandoor. Ik moet even de plannetjes bekijken voor de 2 extra verdiepingen. Ja. Ik zie de boompjes wel verschijnen. Jullie komen er vast wel uit. Ja, is goed. Oké, later. Later. Nou, dat is in ieder geval dan mooi geregeld. Ik ben ook blij dat jij hier aan meewerkt. Nou, dat komt toch goed, joh. Ja, en ik heb het geld van de tuin heb ik al naar je overgemaakt. Ik heb de factuur gelezen, dus dat komt ook helemaal goed. Dus dat zou je binnen een paar dagen denk ik op je rekening kunnen vallen. Laten we even 1 keer doornemen hoe het allemaal precies gaat. Goed, even kijken. We hebben hier dit hele gebeuren. Hier wordt allemaal verhoogd tot de stoep. Mm-hmm. En hoeveel ga je mij ervoor betalen ook weer? Ik geef in totaal 15.000 en de kosten wat ik hier van de bomen kan krijgen via de scrapyard, dat komt er ook allemaal nog bij. Dan wordt hier dus allemaal verhoogd en dan worden hier een aantal hoge bomen geplaatst. En dat doen we gewoon samen een beetje kosten daarin de delen, omdat wij dan, hè, ja. jij sloopt, ik rij en noem het allemaal op. Ja. En dan moeten we doen die bomen gewoon 50-50 wat tot de verkoopprijs. Ja, we zullen zien hoe het gaat. Het gaat helemaal goed komen. Oké, ik vind het mooi. Ik heb het opgeschreven. Is goed. Ga ik ook vandoor, ga ik het klaarmaken, dan hoor je morgen goed van mij. Is goed, dan ga ik nu lekker naar huis en ga ik lekker chillen. Is goed, man. We spreken elkaar en prettige zaken doen weer. Ja, hetzelfde. Goed, het was toch wel weer een succesvolle dag na een zware dag in de bank. Maar ik ben enorm blij ermee hoe het vandaag toch weer is gegaan. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet dan zeker om even die like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Druk ook even David zijn kanaal in de beschrijving. Als je natuurlijk ook zijn kant van Mindtopia wil zien als wethouder, als eigenlijk gewoon heel baas van de stad. En check natuurlijk ook zeker even Nino's kanaal in de beschrijving. En ik hoop je natuurlijk allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.